Mijn naam is Poeyemee Sjan en ik ben programmamanager van het Nationaal Onderzoek naar Broeikasgasemissies uit het Veenweidegebied. Dankjewel, Sjan, net de gestart. En het is goed om te weten dat al onze webinars worden opgenomen en gepubliceerd. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, want je kan natuurlijk in beeld komen, dan is het verzoek om achteraf even terug te kijken. Dus, wat Teams biedt ons de mogelijkheid om te chatten. En mijn vraag is om zoveel mogelijk deze te benutten als jullie vragen hebben. En deze vraag proberen we zoveel mogelijk live te beantwoorden. Dus we houden met een team de chat goed in de gaten. En dan zullen we daar mogelijk de vragen beantwoorden. En als dat niet lukt, krijgen jullie van ons achteraf de antwoorden op papier. Dat geldt ook voor de vragen die in de chat gesteld zijn. Zodat je het alsnog antwoord krijgt. Ik ga er altijd van uit dat ondertussen mensen weten wat het Nationaal Onderzoek Broeikasgasemissies uit Veenweide is. Maar misschien voor de mensen die voor het eerst aanschuiven, goed om even kort daar iets over te vertellen. In het Klimaatakkoord is voor het Veenweidegebied een reductieopgave gesteld voor het terugdringen van broeikasgasemissies met 1,0 megaton in 2030. Ja. En uiteindelijk klimaatneutraal in 2050 voor het totale landgebruik. Om meer inzicht te krijgen in het effect van die maatregelen doet het NOBV onderzoek. En wij doen onderzoek naar verschillende maatregelen. Om te kijken hoe die bij kunnen dragen aan de reductie van broeikasgasemissie. We kijken naar waterinfiltrerende systemen. Dus het kan onderwaterdrainage, drukdrainage zijn. Of passieve of actieve infiltratiesystemen. Vloedpeilverhogingen. En we gaan nu ook kijken naar zaken als greppelinfiltratie. Om te kijken hoe je de bodem kan vernatten en daarmee de broeikasgasemissies kan reduceren. Dat is één type categorie van maatregelen waar we naar kijken. We kijken ook naar verschillende teelten. Het zijn eigenlijk teelten die onder nattere condities kunnen groeien. Bij hele hoogrootplatzanden of zelfs in of op het water. Zoals bijvoorbeeld cranberries, listdodders, miscanthus en veenmos. En we kijken ook naar bodemaanpassingen. Dus wat zijn veranderingen in de bodem die je kunt doen die impact kunnen hebben op de reductie van de emissie. Zo zijn we net gestart met twee grote pilots om kleideeltjes in te brengen en die dan inspoelen in de bodem en die dan zorgen, die in elk geval in een labomgeving lijken te zorgen voor de reductie van broeikasgassen. Nou, dat vindt allemaal nog plaats. Deel van dit onderzoek hebben we natuurlijk afgelopen juni al uitgebreid gepresenteerd. Dat is ook te vinden op onze website, met name de waterinfiltrerende systemen. Daar weten we ondertussen wel het een en ander van. Van de teelten en de bodemaanpassingen verwachten we in de komende jaren nog meer kennis. Nou, het onderzoek vindt zich ook plaats, vindt in heel Nederland, of een heel Veenweidegebied plaats. Dus door heel Nederland, zowel van in Friesland als de Koek van Noord-Holland, als in het Utrechtse en Hollandse Veenweidegebied. En dat is ook sinds 2019 zijn we gestart. Nou, de website biedt nog veel meer informatie over het onderzoek in brede zin. En daar ga ik vandaag niet op in, want vandaag staan we vooral stil bij SOMERS. En SOMERS is de afkorting voor het registratiesysteem dat we binnen het NOBV hebben ontwikkeld. Het staat voor Soil Organic Matter Emission Registration System. Dat mag je meteen ook weer vergeten. Maar SOMERS staat in elk geval voor is een instrument waarmee we de emissies kunnen registreren en rapporteren. Er is een eerdere versie in 2022 opgeleverd, een 1.0 versie. En afgelopen na kerst hebben wij een 2.0 versie mogen lanceren. En de basis voor het SOMERS. En op basis van SOMERS hebben we ook diverse rekenregels opgesteld. En daar gaan we met name de ontwikkelaars van het SOMERS team zal daar wat meer toelichting op geven. Van wat kun je er mee, wat kun je er wel mee, wat kun je er niet mee? En hoe is het tot stand gekomen? Daarnaast heeft het ministerie van LNV, de belangrijkste financier van het onderzoek ook, heeft aan Royal Haskoning in DNV gevraagd om op basis van die rekenregels een dashboard te maken. Waarin je wat minder invoerparameters hoeft, maar vooral ook zelf al heel veel gegevens uit het dashboard kunt halen. En ook daar wordt vandaag een presentatie voor gegeven door Royal Haskoning in DNV.
Dus beide onderdelen komen aan bod in twee verschillende presentaties. En uiteraard zal er tijdens die presentaties ruimte zijn om jullie vragen aan de aanwezige spreekers te bespreken. Dan hebben we een aantal sprekers, wat ik al een paar kondigde ik net al even aan. Ik heb allereerst het gesprek met Marieke de Groot. En Marieke is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van NNV. En zij is eigenlijk de aanstichter, laat ik maar even zo zeggen, van Somers en het dashboard. En de rekenregels. Dus daar ga ik over met haar in gesprek. Vervolgens zal ik komen twee mensen aan bod die het afgelopen jaren, moet ik wel zeggen, heel hard hebben gewerkt aan Somers. Het zijn Roel Melman en Sim Jansen, beide werkzaam bij Deltares en beide adviseur op het gebied van bodem- en grondwatersystemen. Maken we het bruggetje naar het dashboard. En dan zijn daar twee collega's van Royal Haskoning DNV die daar een verhaal zullen houden. Dat zijn Ingrid Jensen en Lisette Avis. En beide zijn geohydroloog. En zij zullen, Ingrid zal toelichten, zal een toelichting geven op het dashboard. En Lisette zal ook het dashboard demonstreren. En dan kunnen we ook allemaal vragen bespreken. Overigens, zowel de Somers rekenregels als de dashboard is te vinden op onze website. Aan het eind van de presentatie zullen we ook de URL's, de links nog even opnemen op het scherm. En tot slot sluit ik weer af met Marieke. Dan is de cirkel rond. Omdat er ook een duidelijke koppeling is tussen de rekenregels en een subsidie die in mei wordt opengesteld. Dus daar zullen we dan ook nog even bij stilstaan. Nou, tot zover mijn intro. Dan wil ik eigenlijk eerst met Marieke in gesprek. Marieke, fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom. En de eerste vraag is misschien wel meteen de lastigste. Waarom is er een Somers? We hebben al een registratiesysteem voor Europa. Dat heet LULUCF, Land Use, Land Use Change Forestry. En daar werd eigenlijk een methode, is door Wageningen ontwikkeld, om bodemdaling door te rekenen in veenweidegebieden naar CO2-emissie. En eigenlijk werden daar de lange grondwaterstanden bij gebruikt. En wij wilden met het start van het veenweideprogramma ook de maatregelen op perceelsniveau daarin kunnen verwerken. Dus monitoren, wat gebeurt er op die percelen? Kunnen we ook een beetje voorspellen, hè, met rekenregels wat het effect is van een maatregel. En kunnen we dat vertalen naar die totale monitoring? Dat lukte niet met de huidige methode, met bodemdaling en die slag via bodemdaling. En toen is gezegd, we gaan rechtstreeks de effecten op de CO2-emissie doorrekenen. Met modellen, want alleen meten kan het natuurlijk niet. Dus met het meten worden de modellen gevalideerd en gekalibreerd. Maar tegelijkertijd kan je nu wel met dit rekensysteem een inschatting maken wat het effect is van een maatregel op een bepaald perceel. Zodat je effectieve maatregelen neemt op percelen. Want niet overal is een maatregel even effectief. Dus vandaar dat in de subwerkgroep monitoring, waar ik de voorzitter van ben en ook Gilles en een hele groep mensen zit, ook uit provincie, waterschap, LTO, natuurorganisatie zat erbij. En vooral mensen vanuit het NOBV, is uiteindelijk het Somers doorontwikkeld om dat mogelijk te maken. Dus we hebben nu het eerste jaar gemonitord, of de eerste keer monitoringgegevens van de afgelopen 6 jaar, wat er gebeurd is sinds 2016. Dus ja, dit was eigenlijk uit noodzaak geboren om het effect van de maatregelen voor het veenweideprogramma inzichtelijk te kunnen maken. Helder. Maar dan is het misschien ook wel de volgende, dat is duidelijker, daar was het Somers, is Somers ontwikkeld. En daarnaast hebben jullie ook een dashboard laten ontwikkelen. Hoe moeten we dat zien? Dat is een dashboard en Somers? Nou, ja, Somers 1.0 was eigenlijk een mooie tabel. Waar je in kon vullen, ik wil die maatregel nemen en dat heeft ongeveer dat effect. Dat zou bij Somers 2.0, dat is ontwikkeld omdat ook meer rekening met bodemvocht, met kwelwegzijging. Dus niet alleen de basisfactoren die al in Somers 1 zaten, maar er nog een heel aantal bij. Ja, een individuele grondeigenaar kan dat niet zo snel achterhalen wat dat betekent voor zijn perceel. Toen zeiden we voor die gebruiker,
maken we ook een dashboard, zodat alle gegevens van het perceel al is ingevuld en dat je dan als gebruiker extra kan invullen welke maatregel wil ik nemen en wat is daar het effect van. Dus je kan zien wat is het basiseffect, hè? Wat heeft het perceel al voor emissie en wat voor gegevens, welk pijlbesluit, welke breedte wordt meegerekend in het model. Nou, dat zijn allemaal basisgegevens, kwelwegzuiging en dergelijke, die je anders allemaal individueel had moeten opzoeken als gebruiker. En dat is voor waterschap of provincie prima te doen. Maar voor een individuele grondeigenaar natuurlijk best ingewikkeld. Dus wij zeiden, dit is de klantvriendelijke versie van de rekenregels die ook op de website staan. Hè? Dus je kan het altijd nog via de professionele route doen. Dus de rekenregels en zomer zijn dan meer voor de, nou, de laten we zeggen, de hydrologen van de, ja, de professionals, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. En zomers, of, en de dashboard is wat meer bedoeld voor de landeigenaren die bijvoorbeeld de subsidie willen aanvragen. Dus het is iets minder, het is meer gebruiksgemak, maar wel minder, wat meer een black box, ja, als ik het zo begrijp. Ja. Helder. Dank. Nou, dus zo meteen zullen we ook de verschillen wel zien, dus dat komt ook wel aan bod. Ik noemde al een paar keer de subsidieregeling. Misschien kun je daar iets over vertellen? Wat zei je? We hadden het al even over de koppeling met subsidie. Wil je, ja, daar ook iets over vertellen? Ja, ik wil even 4 sheets delen, als dat lukt. Ja. Wat goed. Nee, PowerPoint. Ik zet hem even op presentatiemodus. Ja, dat is goed te zien. Dankjewel. Er is een subsidieregeling ontwikkeld, zowel voor Veenweide als voor overgangsgebieden Natura 2000. Omdat we in beide gebieden, wij noemen dat kwetsbare gebieden, extra opgaven zijn. In Veenweide is dat verhogen van de grondwaterstand. In overgangsgebieden Natura 2000 is vooral minder ammoniakemissie. Dus ik vertel nu alleen het verhaal over de vermindering CO2-emissie. In die subsidieregeling komt straks een digitale kaart die eigenlijk hetzelfde vertelt als Zomers dashboard. Dus je kan voor deze subsidieregeling oefenen met het dashboard Zomers. En wat is nu mogelijk? Een samenwerkingsverband van minimaal 200 hectare kan subsidie aanvragen voor een kleine drooglegging en voor waterinfiltratiesystemen. En dan moet dat CO2-emissie uit die percelen gemiddeld voor het hele samenwerkingsverband minder dan 10 ton CO2 per hectare zijn en meer dan 10% reductie ten opzichte van nu. Dus in dat dashboard kun je kijken wat is het nu, elk perceel. Als ik die maatregel neem, wat wordt dan de CO2-emissie? Als ik die maatregel neem, wat wordt dan de CO2-emissie? En opgeteld voor die 200 hectare kun je daar dan een aanvraag voor indienen. Je krijgt een vergoeding bij geringe drooglegging van, bij een drooglegging van minder dan 40 centimeter van €545 per hectare, minder dan 30 van €790 en minder dan 20 centimeter van €1355 per hectare. Dat is uitgerekend door Wageningen. Dat is de vergoeding voor gederfde inkomsten, extra kosten, bijvoorbeeld verminderde gewasgroei en voor transactiekosten, dus 20% erbovenop voor de eigen arbeid. Deze regeling is interessant voor adviesbureaus om samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Dus als hier adviesbureaus in deze zomerspresentatie zitten, dan kunnen zij hiermee aan de slag. En dan kunnen ze dat dashboard van zomers hier weer voor gebruiken. En in die regeling moet je vooral rangschikken op effectiviteit. Dus 9,9 is misschien niet genoeg wat je als resterende CO2, misschien moet je wel richting 8 gaan, want dan krijg je meer punten. Dus er is een rangschikking met punten. En bij effectiviteit, die 4 keer weegt, weegt veel zwaarder natuurlijk dan andere categorieën voor de rangschikking. Maar haalbaarheid is vooral belangrijk voor zijn het maatregelen in overleg met het waterschap. Dus de waterschappen die hier in deze call zitten, ja, het is heel belangrijk om met die groepen te overleggen van nemen zij nu haalbare maatregelen. Is dat heel onpraktisch voor het waterschap? Wordt het heel erg versnipperd? Ja, dan kan je gewoon nee zeggen. Ik bedoel, het moet ook wel werkbaar zijn voor beide kanten. Op 1 februari, dus al heel snel, komen dus de subsidiepagina's op de website van
RVO. In maart zijn er webinars. 13 maart waarschijnlijk die over Veenweide. En er komt ook nog een speciale webinar over de kaart. De eerste openstelling is van 1 tot en met 31 mei 2024. En het budget van deze openstelling is 37,5 miljoen euro. Dat is ongeveer 5500 hectare. Dit is een belangrijke maatregel, uitrolmaatregel voor die grondwaterstandverhoging in Veenweide. Want eigenlijk willen we hiermee heel graag die CO2-emissie verminderen. En het is een stimulans voor de erkende maatregelen om nu uitgerold te worden. En met dat dashboard zie je die dus ook heel snel wat het effect is van die erkende maatregelen. En wij zeggen, eigenlijk moet je alleen een maatregel nemen als het positief is in Zomers 2.0. Dus als het bijdraagt aan de reductie. Je kan ook in deze regeling krijgen, een subsidie krijgen voor digitale grondwaterpeilbuizen. Dat is niet omdat je moet aantonen dat je een bepaalde stand haalt of zo. Nee, dat is vooral bedoeld om meer gegevens naar het NOBV te kunnen laten komen. Want je moet de digitale gegevens van die grondwaterpeilbuizen moeten ook naar het NOBV. Zodat zomer steeds beter kan worden gecalibreerd op meer type veengrond. En in meer situaties. En dat helpt eigenlijk om het model steeds verder te verbeteren. We willen die subsidieregeling natuurlijk verder ontwikkelen als er meer erkende maatregelen in zomers zijn. Dus zomers staat niet stil, subsidieregeling staat niet stil. Dus als straks bijvoorbeeld greppelinfiltratie in zomers zit, of klei in veen, of natte teelten, of methaanemissie, dat helpt dan, want dan kunnen we zeggen in de volgende openstelling voor jaar 2025 of 2026 of 2027 of de volgende GLB-periode, kun je voor die maatregelen, ook als er extra kosten zijn en gederfde inkomsten, een subsidie krijgen. Dus het houdt niet op, maar er zitten nu de nu erkende maatregelen in, want het is een uitrolregeling en onderzoek zit natuurlijk veel meer in. VIP-NL, de Veenwijn Innovatieprogramma en in het NOBV. Dit was even dankjewel, mijn verhaal. Monique. Dat was in het korte tijdsbestek heel veel informatie. Maar het is eigenlijk goed om te weten dat er op verschillende plekken nog meer webinars worden georganiseerd. Ik begrijp dat je morgen voor de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs een vak. En zo zijn er nog meer. Dus hou ook even de RVO-site in de gaten als je gebruik wil maken van deze subsidie. En misschien goed om te weten dat je dus nu al wel met het dashboard en de rekenregels op onze website aan de slag kan om even vol te krijgen daarbij. Dus dat wel. Ja, en de tekst van de subsidieregeling is ook al op 1 november gepubliceerd. Hè? Dus daar kan je ook al naar kijken. Ja, maar je kunt ook al spelen met het dashboard in elk geval. Dat is eigenlijk even. Dankjewel. Ik heb één vraag voor je, Marieke. Maarten Dros van Weiland vraagt of het gaat om levende emissie uit veenoxidatie en niet uit bedrijfsvoering. Kan je daar reageren? Ja, dit is een emissie specifiek gericht op veenoxidatie, dus verhogen grondwaterstand in veeweidegebieden. Ik zou ook heel graag natuurlijk voor minder vee en dergelijke. Dat is de extensiveringsregeling, die richt zich op minder vee. Maar er wordt niet specifiek bij de extensiveringsregeling ook gekeken naar wat is dan mindere methaanemissie. Dus de regeling maakt eigenlijk een soort onderscheid in CO2-emissie uit veengrond en de extensiveringsregeling is dan specifiek gericht bij Natura 2000 gebieden op ammoniakemissie. Maar natuurlijk draagt het bij. Hè? Minder dieren draagt ook bij aan minder methaanemissie. Ja. Deze regeling gaat specifiek over veenoxidatie. Hè? Dus ja. Dat is echt goed. Er komen nog wat andere vragen binnen. Maar gezien de tijd wil ik eigenlijk door naar het zomersteam. Dankjewel Marieke. Misschien dat je nog in de gelegenheid bent om in de chat de vragen van Arnoud en Arjen te beantwoorden. Dan wil ik graag naar Roel Melman. Die zit volgens mij samen met Sylvia. Jullie zitten samen op kantoor, zie ik. Met een mooie foto van de van binnen Delta Zondag. Ik wil jullie het woord geven om iets meer te vertellen over het harde werk wat jullie de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja, dankjewel. Ook wij gaan even een presentatie delen. Kunnen jullie zo een scherm zien nu? Ja, zeker. Hij staat nog wel in de PowerPoint-modus, dus nog niet in de presentatiemodus. En nu zie ik jouw aantekeningen. Ja. Ik weet niet of het de bedoeling is. Zo gaat het goed als het goed is. Ja,
Nu zie ik hem helemaal goed. Dank je wel. Ja. Oké, nou dank voor het woord. Ik ben Roel Melman. Ik ben adviseur, onderzoeker bodem- en grondwatersystemen bij Deltares. En ik ben eigenlijk vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Somers. Ik heb dat niet alleen gedaan, dus hier staan ook een aantal namen op deze slide. Allereerst natuurlijk Deltares collega's Gilles, Simon, Laura, maar ook vele mensen binnen het NMV-consortium hebben zeker ook aan het werk bijgedragen. Ik wil eigenlijk vandaag een klein beetje een kijkje in de keuken geven. Wat is Somers nu precies? Waar hebben we nou afgelopen 2 jaar aan gewerkt? Het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat het laatste webinar was over de rekenregels Somers 1.0. En daarvoor wil ik nog even kort ook aangeven wat is nou belangrijk bij het modelleren van veenoxidatie. En tot slot zal Siem dan ingaan echt op de rekenregels zelf. Rieke heeft het net al aardig geïntroduceerd, maar Somers, de aanleiding om Somers te ontwikkelen was dus eigenlijk dat we een registratiesysteem nodig hadden om de voortgang van het in de reductieopgave voor het uitrollen van die maatregelen bij te kunnen houden. En we hebben toen in een vrij vroeg stadium geconstateerd dat de bestaande systematiek daar eigenlijk niet geschikt voor was, met name dus niet voor het doorrekenen van die effecten van die maatregelen. Er zijn een aantal eisen waarmee we in ons hoofd zeg maar, zijn begonnen met de ontwikkeling van Somers. En dat waren dus dat we die effecten van die maatregelen moeten kunnen doorrekenen. Dat we eigenlijk rekenschap willen geven aan de heterogeniteit van het veenweidegebied. Waar je dus eigenlijk een procesmodel hebt. Dus op deze foto zie je mooi het kenmerkende veenweidegebied met alle losse percelen. Soms zul je een kleidijk hebben, soms niet. De waterstanden variëren, de breedte van de percelen. Het heeft allemaal invloed op de uitstoot en ook het effect van een maatregel. En tot slot is natuurlijk belangrijk dat voor een landelijk model je ook dat je de informatie waar je, die je kunt gebruiken, moet ook landelijk karteerbaar zijn. En dat moet snel zijn, want je wil je moet het op grote schaal toepassen. Voordat ik dan inga op het modelleren zelf, wil ik even kort de stappen langslopen eigenlijk die belangrijk zijn voor die CO2-uitstoot uit veenbodems. En dat, daarmee wil ik beginnen met deze foto van een PhD-student van de Universiteit van Utrecht, waar je eigenlijk heel mooi ziet een veenboring die aan de bovenkant zwart is, zwaar geoxideerd en aan de onderkant bruin en waar je nog ook mooi de plantenresten een beetje in kunt herkennen. Nou, en grofweg gezegd kun je eigenlijk zeggen dat dat bovenste deel, dat zwarte gedeelte, dat is waar de oxidatie plaatsvond en dat is de zone boven de laagste grondwaterstand, of ook wel de onverzadigde zone genoemd. Daarin gebeuren alle oxidatieprocessen en de onderkant van dat veen in de verzadigde zone, dus onder de grondwaterstand, daar vindt nauwelijks oxidatie plaats. Nou, die grondwaterstand die wordt beïnvloed door een aantal factoren of parameters. Dus die kan op sommige percelen ook een stuk lager staan. En dat zijn neerslagverdamping, dus eigenlijk het weer. Dus wat komt er bovenin en wat gaat er weer uit. En voor percelen specifiek, dus eigenlijk in water gestuurd Nederland, of pijlgestuurd Nederland moet ik zeggen, telt die slootwaterstand dus ook mee. Hoe breed is je perceel? Wat is de interactie met de regionale hydrologie? Dus wat is de kweldruk? En ook wat zijn de eigenschappen van het veen, van de veenbodem? Dus hoe doorlatend is het materiaal, et cetera. Nou, al deze factoren beïnvloeden dus de grondwaterstand. En die grondwaterstand is het eigenlijk het grensvlak echt van die verzadigde en onverzadigde zone. En dus daarmee ook het grensvlak geeft eigenlijk de ondergrens aan van waar die oxidatieprocessen plaatsvinden. Nou, die oxidatieprocessen zelf, die zijn, dat zijn dus de microben eigenlijk die het organische bodemkoolstof afbreken. De snelheid daarvan, dat wordt hoofdzakelijk, niet alleen, maar hoofdzakelijk bepaald door bodemtemperatuur en het bodemvochtgehalte. Dus daar moet je ook iets over weten om dat te kunnen modelleren. Nou, die bodemtemperatuur en bodemvochtgehalte, die staan ook er afhankelijk van een aantal parameters, zoals de
luchttemperatuur, de bodemeigenschappen, maar ook de grondwaterstand zelf, weer het weer via neerslag en verdamping. En ook de bodemeigenschappen tellen mee bij het bodemvochtgehalte. Deze factoren bepalen dus eigenlijk de afbraakcondities in de onverzadigde zone. En vervolgens de daadwerkelijke CO2-uitstoot die er zal plaatsvinden, die hangt af eigenlijk van de hoeveelheid bodemkoolstof, dus echt hoeveel de koolstof in het veen, hoeveel koolstof daarin zit, maar ook de gevoeligheid van het koolstof in dat veen voor die afbraakprocessen. Dus je hebt soms, sommige type venen zijn wat moeilijker af te breken dan andere. Je ziet een aantal van die, die laatste twee, dat gaat ook weer heel erg over eigenlijk wat voor een type bodem heb je. En daarmee kun je, eigenlijk zien we in die, zowel bij die afbraakcondities als bij dat de daadwerkelijke afbraak, dat er een aantal parameters terugkomen. Dat zijn dus het weer, het bodemtype, de drooglegging, de perceelsbreedte en de kweldruk. En deze parameters hebben eigenlijk een soort parameterruimte ingedeeld. Dus dit zijn de bepalende parameters, zover we nu weten, die invloed hebben op die CO2-uitstoot. En dit is ook een heel mooi raamwerk eigenlijk om die heterogeniteit in het veenweidegebied mee te beschrijven. Als we dan naar het modelleren gaan, dus je moet aan de ene kant wil je die afbraakomstandigheden kunnen modelleren en vervolgens kun je die afbraakomstandigheden kun je gebruiken in een soort afbraakmodel om dat te vertalen naar een daadwerkelijke CO2-uitstoot. En zo is dus zomers ook opgebouwd. We hebben het eigenlijk, als we het over zomers hebben, hebben we het over het registratiesysteem. En dat bestaat eigenlijk uit een set van modellen met een verschillende complexiteit. Dus dat betekent eigenlijk dat de modellen naar rechts toe, die zijn gedetailleerder, maar daarmee ook zwaarder, hebben meer parameters nodig en daarmee niet altijd landelijk inzetbaar. Dat geldt wel weer voor de modellen aan de linkerkant. Een aantal van die modellen zoals Hyder, Swap, Peatland, VU en Animo, die bestonden al, maar eigenlijk hebben ook gebruikmakend van de kennis uit die modellen, hebben specifiek voor die landelijke monitoring, hebben we twee nieuwe modellen ontwikkeld. En dat zijn Peat Parcel 2D, dus voor de afbraakomstandigheden, en de AAP-module voor de daadwerkelijke CO2-uitstoot. Eigenlijk centraal in die modellen staan de percelen. Alle stappen die we net langs zijn gelopen, is grondwater van bodem, vocht, bodemtemperatuur, dat wordt berekend op perceelsniveau in zomers 2.0. Dan even kort, waar hebben we afgelopen 2 jaar aan gewerkt? Wat is er verbeterd ten opzichte van zomers 1.0? Voor dat eerste model, voor het inschatten van afbraakcondities, geldt dat we beginnen dus met een grondwatermodel. En dat hebben we eigenlijk opnieuw getoetst aan de hand van de metingen. Waarbij we dit keer gebruik konden maken van langere metingen en meer grondwatermetingen. En voor de simulatie eigenlijk van die bodemvocht- en bodemtemperatuurprofielen geldt dat die in zomers 1.0 eigenlijk heel simpel in het model zaten. En dat we daar echt heel veel proceskennis hebben toegevoegd aan het model. Dus het is eigenlijk gedetailleerder. En daarmee ook beter. Aan de kant van het afbraakmodel, die AAP-module. Daar hebben we met name eigenlijk de nieuwe inzichten uit het NOBV. Die volgen uit de langlopende metingen. Daarin kunnen verwerken. Dat gaat dan met name over onderscheid tussen verschillende snelheden van afbraak op verschillende dieptes, et cetera. Maar ik zal jullie de technische details in deze presentatie besparen. En wat we nu ook voor het eerst eigenlijk goed hebben kunnen doen, is het model toetsen of valideren aan de hand van de de CO2-metingen uit het uit de NOBV-onderzoek.
Die waren er bij SOMS 1.0 simpelweg nog niet. Dus dat geeft ons ook meer vertrouwen in de werking van het model. Nou, met SOMS 2.0 kunnen we eigenlijk nu dus drie dingen. We kunnen het gebruiken waar het in eerste instantie ook voor was ontwikkeld, voor de monitoring van de effecten van maatregelen. We kunnen het gebruiken om, en hier zijn we op dit moment mee bezig, om ook de landelijke uitstoot van organische gronden te bepalen. En tot slot kun je het ook gebruiken om, de werking, de effectiviteit van die maatregelen te bepalen. En daarvoor hebben we de rekenregels ontwikkeld. En daar gaat Siem nu verder over. Ja. Pimee, wil je nog ruimte geven voor vragen nu of gaan we meteen door? Mijn voorstel is dat we jouw presentatie nog afronden en dat we daarna dan even ruimte bieden voor vragen in de autoriteit. Ja, helemaal goed. We hebben inderdaad dus de rekenregels en dat is waarvoor de meeste van jullie hier ook aanwezig zijn. Die zal ik nu verder toelichten. Wat zijn de rekenregels? Nou, die hebben we met SOMS en dan specifiek Peat Parcel 2D1A berekend. En die kunnen gebruikt worden als een handvat voor de effecten van maatregelen. En de rekenregels worden uitgedrukt in CO2-uitstoot op dit moment voor een aantal combinaties van maatregelen en voor karakteristieke situaties. En wat Roel net al kort introduceerde is dat we doen het op basis van percelen. En daarvoor hebben we de parameterruimte ontwikkeld. En daarbij goed om in gedachten te houden is dat zoals je in de figuur rechts probeert te laten zien, is dat ieder perceel heeft zo zijn eigen kenmerken voor een aantal klassen, zoals de kwelwegzijging, de bodemopbouw, het weer en de perceelsbreedte. En we hebben die verschillende perceelskenmerken proberen in klassen te stoppen. Met in het achterhoofd houdend dat rekentijd limiterend is, want we kunnen niet iedere situatie in ieder perceel in Nederland doorrekenen voor alle mogelijke combinaties van maatregelen. En daarom hebben we gekeken naar de kenmerken die het meest invloedrijk zijn op de hydrologie, de CO2-uitstoot en ook op basis van de landelijke gekarteerd, of dat de data landelijk gekarteerd is, want dat SOMS is een nationaal model, of in ieder geval SOMS 2.0. En hiervoor is de parameterruimte ontwikkeld. Sommigen van jullie zullen deze al hebben gezien in een dashboard bijvoorbeeld. En dat is dus gedaan op basis van de perceelsbreedte, de bodemopbouw, de kwelwegzijgingsflux en de weerregio's. Ik zal er nu twee toelichten hoe we deze klas hebben ontwikkeld. Ik ga ze niet allemaal toelichten, maar dat mag natuurlijk wel worden gevraagd en er komt ook documentatie over natuurlijk. Maar een voorbeeld van bijvoorbeeld de perceelsbreedte, hier aan de linkerkant op basis van de dataverzameling die Royal Haskoning heeft gedaan, hebben we een verdeling van de slootafstanden die je in Nederland vindt bij alle veenweidegebieden in de kustvlakte. En dan zie je hier de verdeling van perceelsbreedte. Nou, en zoals velen zouden verwachten, de piek ligt zo tussen de 40 en 50 meter ongeveer. En de verticale gestippelde strepen zijn op basis van wat we samen met de subwerkgroep hebben afgesproken. De verdeling aan klassen, en die kan je ook rechts in de tabel zien. Dus er is één klasse die we hebben doorgerekend van 0 tot 30 meter, één klasse van 30 tot 50 meter enzovoort. En de daadwerkelijke berekening wordt dan gedaan over de mediaan in die klasse. Dus bijvoorbeeld bij 30 tot 50 meter wordt er dan een perceel doorgerekend van uit mijn hoofd 40 meter. Een ander voorbeeld is de bodemopbouw, want als je in de bodemkaart kijkt voor alle organische veen- en moerige gronden, dan moet je hier naar de bovenste regel kijken in de tabel. Dan zijn er 234 soorten gronden, maar dat moesten we terugbrengen, want we kunnen niet al die combinaties door gaan rekenen. Dus op basis van bodemkenmerken, dus we zijn van de bodemkaart, hebben we alle details eraf gehaald, zoals een ijzerlaag die erin wordt beschreven. En daarna hebben we op basis van de BOVAG-kenmerken en ook op de meer algemene bodemopbouw, dus zit er een kleidek op of niet, wat voor type veen is het, hebben we een onderverdeling gemaakt samen met de VU. En dan zie je dat we voor iedere stap, dus van bodemcode naar hoofdcode, naar archetype, naar subklasse, naar hoofdklasse, wordt het detailniveau minder, dus meer algemeen. De groepen worden groter en het aantal verschillende bodems dat voorkomt, dat loopt ook terug natuurlijk. En uiteindelijk hebben we voor de rekenregels besloten om op subklassenniveau te rekenen. En dan blijven er 17 gronden over die zijn doorgerekend. Dat zijn 11 veengronden en 6 moerengronden. En als voorbeeld heb je hier een perceel. We gaan straks nog een voorbeeld perceel nemen in
voor de rest van de uitleg. En dat voorbeeldperceel, dat heeft dus eerst een ander bodemtype, maar komt uiteindelijk in de groep weideveen terecht. Kijken. Voor de rekenregels hebben wij dus gerekend met 5 klassen perceelsbreedte, 17 bodemopbouw, 5 kwel- of wegzijgingsfluxen en 2 weerregio's. En dat komt uit op dat er in totaal 850 combinaties bestaan hiervoor. Alleen wat je zal zien is dat van die 850 combinaties hier links, komen ze niet allemaal voor. Bijvoorbeeld een extreem smal perceel met extreem veel kwel en een aantal andere combinaties van die parameters bestaat niet. Dus daadwerkelijk aantal bestaande combinaties zijn er 658. Maar voor degenen die al met de rekenregels hebben gespeeld, hebben we gezien dat er 290 rekenregels bestaan. Dus voor 290 combinaties van die klassen. En dat komt vanwege het areaal en de rekentijden. Dus bijvoorbeeld de allereerste combinatie, ik weet hem even niet uit mijn hoofd, maar dat is wat veel voorkomt in het westen van Nederland. Dus een perceel van tussen de 30 en 50 meter. Met bijvoorbeeld weideveen, niet heel veel kwel- of wegzijging. Die dekt 5,2 van het totale Nederlandse areaal. En basiscombinatie 3, dus bodemtype weideveen, ook niet extreem veel kwel in het zuidwesten, maar dan iets breder perceel, 50 tot 75 meter. Dat is de basiscombinatie van het perceel wat we zo meteen toe zullen lichten. En zo kunnen we doorgaan. Dus de 100ste combinatie dekt in totaal 0,2% van het totale areaal. En de 290ste combinatie dekt 0,01% van het totale areaal. En dan zie je dat iedere volgende combinatie dekt een steeds kleiner oppervlak. En met de eerste 290 combinaties hebben we van het nationale areaal, dus dat kan nog verschillen per waterschap bijvoorbeeld of per provincie, maar van het totale nationale areaal dekken we dan 95%. En als je die 290 combinaties vermenigvuldigt met een aantal maatregelen, met verschillende soorten slootpijlen, met waterinfiltratie of waterinfiltratie met druk, dan komen we uit op bijna 20.000 berekeningen. En dat zijn eigenlijk de rekenregels. Nou, heb je dus ook 300 nog wat combinaties die niet zijn doorgerekend. 368 om precies te zijn. De andere 5% van het areaal. En die hebben we op basis van de kenmerken van de perceels, van de kenmerken van de rekenregels, hebben we die een andere rekenregel die wel is doorgerekend toegewezen. En daarbij keken we eerst naar de meest invloedrijke kenmerken, of eerst naar de minst invloedrijke kenmerken en dan naar de meest. Dus in het simpel Nederlands gezegd, de rekenregel die er eigenlijk het meest op leek. Dit is dan een voorbeeldplaatje van hoe de rekenregels zijn toebewezen. Dus je ziet hier rechtsonder een aantal voorbeelden. Dus je hebt bijvoorbeeld combinatie 1, combinatie 3, combinatie 9. En die zijn op deze schaal toegewezen aan de percelen. En dan zie je dus dat er veel dezelfde combinaties voorkomen. Maar bijvoorbeeld perceelsbreedte is eentje die wel variatie kan creëren in zo'n gebied. En hier het perceel wat hier is omstippeld met de witte stippen. Die heeft de basiscombinatie 3. En die zal zo ook worden toegelicht door Royal Haskoning. Dan zal ik bij deze nog één keer één rekenregel toelichten. Dat is voor deze opnieuw voor basiscombinatie 3. En wat je hier ziet is eigenlijk de uitstoot voor verschillende droogleggingen en verschillende maatregelen. Dus op de y-as staat de emissie in kilo CO2 per hectare per jaar. En op de x-as staat de drooglegging in de zomer. Die kan nog variëren met de winterdrooglegging. In dit geval is die gelijk aan de zomerdrooglegging, de winterdrooglegging. En als we bijvoorbeeld voor een situatie van een zomerdrooglegging van 60 centimeter kijken, dan volgen we hier de lijn omhoog. En dan bij de 1, als er geen infiltratiemaatregel is, dan op de blauwe lijn kom je uit van op een uitstoot van zo ongeveer, een uitstoot van, wat zal het zijn, 13.000 kilo CO2 per hectare per jaar. Stel je voor, je zal dan een maatregel doen die het slootpeil of de zomerdrooglegging omlaag haalt, bijvoorbeeld dit, dan krijg je dus bij een 20 centimeter pijlverhoging, krijg je een reductie van zo'n 3500 kilo per hectare per jaar. En mocht je daar dan ook nog onderwaterdrainage aan toevoegen, dan ga je dus van de blauwe lijn ga je hier naar de rode lijn toe, want die staat voor een passief waterinfiltratiesysteem, dan krijg je nog een grotere reductie. En zo is dit gifje is een voorbeeld van dat er voor iedere
combinatie zijn er rekenregels en zo zijn er, wat ik net noemde, ja, ik weet het getal niet meer, maar er zijn een heleboel rekenregels. 290 en dan ook nogmaal verschillende winterdroogleggingen. Wat is nou het verschil tussen de rekenregels van Somers 1.0, dus die 2 jaar geleden zijn uitgebracht, en deze nieuwe versie? Nou, wat heel nieuw is, is de nieuwe indeling op basis van hoe je de rekenregels kan toewijzen aan de percelen, namelijk de parameterruimte. En zoals Roel zei, we hebben langere meetreeksen, betere calibratie en validatie en ook nieuwe modelonderdelen op basis van nieuw wetenschappelijk inzicht. En ook hebben we gerekend voor meer, namelijk vooral diepere droogleggingen. En greppels zijn deze keer toegevoegd aan percelen. En daarmee doel ik op afvoerende greppels. We hebben nog helaas geen waterinfiltrerende greppels meegenomen in het model. En wat is het inzettingsdomein van de rekenregels? Nou, zoals Roel al toelichtte, is Somers echt ontwikkeld voor de monitoring van de nationale broeikasgasemissie. En daarmee worden, zoals in modellen hoort, of altijd bij modellen komt kijken, een bepaalde onzekerheid. Die onzekerheid wordt bijvoorbeeld bepaald door landelijke data. Dus een bodemkaart kan afwijken van wat er daadwerkelijk op een locatie plaatsvindt. Onze inputdata bestaat ook uit landelijke modellen, zoals het landelijk hydrologisch model voor de kwelsituatie. En het is ook goed om in gedachten te houden dat de onzekerheid op een individueel perceel groter is door deze redenen. Waar de rekenregels heel goed bruikbaar voor zijn, zijn een inschatting van de uitstoot op een perceel of in gebieden vooral. En ook zeker een inschatting voor de effecten van verschillende maatregelen die nu worden meegenomen. Wat zijn voor ons de volgende stappen? We zijn op het moment bezig in ieder geval met de rapportage. Dus sommige vragen die jullie zullen hebben, zullen ook zeker verder worden toegelicht in de rapportage van het Somersmodel. En er komt ook een aparte toelichting voor de rekenregels. En in de tussentijd zijn we ook bezig met de doorontwikkeling, met nieuw wetenschappelijk inzicht uit het NOPV bijvoorbeeld. Er komen meer en langere meetreeksen beschikbaar. We willen meer maatregelen gaan toevoegen en methaan zijn we ook naar aan het kijken om toe te voegen aan het Somersmodel. Dat was het einde van de presentatie. Dankjewel. Dankjewel, Siem. Helder verhaal. Ik heb hem nu een paar keer gehoord, maar elke keer wordt het toch een stukje duidelijker. Dus dank. Dat is goed. Hiervoor. Ik kan me voorstellen dat er druppelen ook wat vragen binnen. Die worden gelukkig door jullie collega's beantwoord. Ondertussen. Maar ik ga wel eigenlijk eerst het woord geven aan Ingrid. Omdat ze dan in het dashboard ook al in haar toelichting ook een aantal antwoorden gaat geven op vragen die gesteld zijn. Dus ik wil eerst nog Royal Hospital DNV het woord geven en daarna is er ruimte om nog wat openstaande vragen te beantwoorden. Dus ook voor Siem of Roel of Ford en Marike. Ingrid, mag ik jou het woord geven? Zien jullie mijn scherm nu? Zeker. Mooi. Nou, ik ben Ingrid Jensen, Royal Hospital DNV en samen met mijn collega's heb ik eerst de dataverzameling gedaan voor de monitoring met Somers en vervolgens hebben we ook het dashboard ontwikkeld. Met Lisette en Lennart heb ik dat samen gedaan. Lisette komt straks ook even aan het bod. Nou ja, zoals Marike al verteld heeft, was dus de ervaring met de rekenregels 1.0 dat het voor grondgebruikers of grondeigenaren lastig was om een subsidieaanvraag te doen daarmee. En omdat wij natuurlijk nu al die gegevens verzameld hebben, dachten we dan kunnen we een manier maken om het voor hun makkelijker te maken. Dus daarom is dat dashboard ontwikkeld. Waarmee je dus op een eenvoudige manier die rekenregels kan toepassen. Zodat je inzicht hebt op het effect van CO2-emissies van maatregelen die je zou kunnen toepassen. Belangrijk is wel dat een gedeelte van de gegevens aanpasbaar zijn. Omdat nou ja, de gegevens voor heel het veenweidegebied bepaald zijn, zitten er natuurlijk dingetjes in die per perceel niet kloppen. Daar kom ik straks nog even op terug. Het begon dus met de dataverzameling. De percelen waarvoor de dataverzameling is uitgevoerd zijn gebaseerd op het agrarisch areaal Nederland. En dan hebben we daarvan de percelen geselecteerd die een deeltje in veen of moerige gronden of volledig in veen of moerige gronden liggen. Voor die percelen hebben we dan bepaald de gegevens bepaald die nodig zijn voor de berekening met Somers. Dus we hebben de dekkingsgraad bepaald en de drooglegging is nodig. Daarvoor hebben we dus de oppervlaktewaterpeilen verzameld. Dat is gebaseerd op gegevens die de waterschappen hebben aangeleverd. En de maaivalthoogte. Daarvoor hebben we voor de berekening met Somers hebben we de mediaan van de AN3 per perceel bepaald. En in het dashboard gebruiken we dan het AN4. Omdat dat voor de gebruiker iets
ja, omdat AN3 al wat langer geleden ingevlogen is, is het AN4 nu wat meer past nu bij hoe je het nu buiten ziet, zeg maar. Kwel- en wegzijging, dat komt dan uit het landelijk hydrologisch model. De perceelsbreedte, die is ook met een formule bepaald. Dus dat is voor rechthoekige percelen gaat dat goed. Voor percelen die niet zo heel rechthoekig zijn, zit er wat onzekerheid in. Dus daarom is er ook de mogelijkheid om dat zelf aan te passen. Het bodemtype waar Siem het net over had, zitten erin. En natuurlijk de maatregelen die al uitgevoerd zijn. Dus die zijn geïnventariseerd op basis van gegevens van provincies, waterschappen, de agrariër zelf, allerlei partijen. Dus die zitten, voor alle percelen hebben we deze gegevens verzameld. En die zitten nu dus ook in het dashboard. Dus hier zie je nu bijvoorbeeld een screenshot uit het dashboard. Daar zie je het perceel waar Siem het net ook over had. Daar zie je dan de gegevens die verzameld zijn. Zie je daar, als je erop klikt, krijg je die te zien. Dus aandachtspunten bij het gebruik. Het geeft dus een indicatieve schatting. Siem heeft het net ook al verteld. Je zit met die klasses, met een bandbreedte, waardoor je niet precies de situatie van het perceel doorrekent. Het is gebaseerd op landelijke bronbestanden. En voor gestandardiseerde omstandigheden. En het hele zomersmodel is geoptimaliseerd voor landelijke berekeningen. Dus het geeft een indicatieve schatting van de CO2-uitstoot op perceelschaal. Je hebt dus die basiscombinaties. Met het bodemtype, de perceelsbreedte, die kwel- en wegzijging en het weer. Dus per perceel is dan die basiscombinatie bepaald. Dus voor het voorbeeldperceel zit het inderdaad in basiscombinatie 3. Daar hoef je trouwens in het dashboard zelf helemaal niks mee te doen. Het is gewoon wat op de achtergrond gebeurt. Dus hier heeft de gebruiker verder helemaal geen... die hoeft daar niet druk over te maken. Er zijn er verschillende maatregelen die je kan toepassen. Een passief waterinfiltratiesysteem of een actief waterinfiltratiesysteem. En dat dan al of niet in combinatie met ook een aanpassing van het oppervlaktewaterpeil. Dus een verkleining van de drooglegging. En in het dashboard kan je ofwel voor één perceel de gegevens bekijken. Of je kan, omdat natuurlijk ook die subsidieaanvraag voor 200 hectare tegelijk gaat, kan je ook meerdere percelen tegelijkertijd selecteren. Je kan in het geval van als je meerdere percelen selecteert wel minder aanpassingen doen. Want je kan niet per perceel allerlei gegevens veranderen. Vervolgens als je dan een perceel aanklikt, dan krijg je de basisgegevens te zien, dus die uit de dataverzameling komen. En vervolgens staat daarnaast een kolom huidige situatie waarin je zelf nog, in ieder geval bij één perceel kan je daar de perceelsbreedte aanpassen. Als je denkt, deze slootafstand slaat helemaal nergens op, dan kan je die veranderen. En ook de zomerdrooglegging en het winterpeil kan je aanpassen. En als je alle maatregelen hebt die wij nog niet hebben verzameld, dan kan je die daar ook nog invoegen. En vervolgens kan je aangeven voor de toekomstige situatie dat je bijvoorbeeld als je een maatregel gaat toepassen of het pijl gaat aanpassen, kan je dat dan invullen. Dat ziet u dan zoals hier rechts. Ik zie die dingen nu voor jullie in het beeld. Hier rechts zie je dan wat er dan in het dashboard zichtbaar is. Je ziet de slootafstand, de maatregel, de droogleggingen. Dus in de huidige situatie kun je dat eventueel aanpassen als je van mening bent dat het anders is dan wat er verzameld is. En het resultaat van het dashboard is een berekende CO2-uitstoot voor dus de basissituatie, de huidige situatie en de toekomstige situatie per jaar per hectare en per jaar voor het hele perceel of alle percelen samen. En het geheel kan ook, er zit een downloadknop waarmee je de resultaten ook gewoon kan bewaren. Dus zo hier rechts zie je dan hoe het resultaat eruit ziet. En ik heb in dit voorbeeld is nu geen maatregel genomen, dus de huidige situatie en de toekomstige situatie zijn hetzelfde, maar Lisette zal straks laten zien hoe dat eruit ziet als je wel een maatregel toepast. Dit was de korte. Dankjewel, Ingrid. Samenvatting. Wat achtergrond rondom het dashboard. En het is altijd leuk om even te laten zien hoe het werkt. En volgens mij gaat Lisette dat nu doen. Krijgen we een dashboard demo. Dat klopt inderdaad. Ik zal hem overpakken. Als het goed is, zien jullie zo mijn scherm. Ik zal eerst even laten zien waar staat dat dashboard nou. Als je naar nobvveenweide.nl gaat, dan kan je die hier onder bevindingen en dan onder dashboard vinden.
Er staat hier het een en ander aan tekst en uitleg, waar jullie ook wat kunnen nalezen. En het dashboard staat dan vervolgens hieronder. Ik geef wel even aan, het duurt even voordat alles is geladen, omdat er best wel een grote dataset achter zit. Nou, ik heb hem nu alvast even van tevoren geladen. Als hier staat dan ook even wat uitleg met wat achtergrond. En dan zal ik nu naar het voorbeeld perceel gaan, die in de presentatie ook al een en ander is teruggekomen. Dat ligt hier bij Kamerik en dat is dit perceel. Dus aan de rechterkant kan je op de kaart percelen selecteren en aan de linkerkant, wat Ingrid net ook al uitlegde, zie je het een en ander aan gegevens. De linker kolom is de vooraf ingevulde kolom met gegevens uit de dataset, of uit de database. Die kan je dus ook niet om die reden aanpassen. En wat Ingrid ook al zei, stel dat je denkt van ja, die gegevens die kloppen niet, dan kan je dat in de middelste kolom aanpassen. Die staat voor de huidige situatie en de rechter kolom staat voor de toekomstige situatie. Verder kan je dus voor een enkel perceel de berekening uitvoeren of voor meerdere percelen. Dat zie je hierboven. En dan zal ik nu even wat aanpassingen gaan doen om te laten zien hoe het dan daadwerkelijk werkt. Slootafstand staat overigens voor perceelbreedte, dus dat is in dit geval hetzelfde. Nou, stel dat je denkt van nou, die slootafstand of de perceelsbreedte die klopt niet, dan is er even, die zit nu een beetje hier aan de onderkant verstopt. Er is hier ook nog een optie om dan het perceel op te meten. Dat kan je gewoon door in te klikken doen. En dan zien we dat 66 meter, dat die daar nu op staat. Dus die categorie van 50 tot 75, die klopt best wel aardig. En stel dat ik hier nu een maatregel wil doorvoeren. Dat ik bijvoorbeeld een passief waterinfiltratiesysteem wil kiezen. En die zorgt ervoor dat de drooglegging met 10 centimeter omlaag gaat. Dan kan ik dat aan deze kolommen allemaal aanpassen. En je ziet automatisch ook al dat de getallen die hieronder staan. Dit zijn de berekeningen van Somers 2.0. Dat die mee veranderen. Dus, deze CO2-uitstoten die zijn in tonnen CO2 per jaar per hectare. Voor de mediaan, het minimum, het maximum. En daarnaast geef ik nog een keer de mediaan. En dat is voor bepaalde percelen die hebben een bepaald veenpercentage of een bepaald percentage moerige gronden. En deze eerste drie rijen worden daarvoor gecorrigeerd. Dus stel dat je een perceel hebt met minder dan 100% veen of moerig materiaal, dan zal deze waarde hoger zijn, omdat die dan als het ware voor een volledig veenperceel of moerig perceel is berekend. Hieronder in de volgende regel zie je de totale uitstoot per voor dat betreffende perceel dat je hebt geselecteerd in tonnen CO2 per jaar. Dus die corrigeert voor de perceeloppervlakte. En in de alleronderste regel zie je vervolgens wat heeft de maatregel nou gedaan. Nou, de maatregel die ik nu heb geselecteerd, dat was het passieve waterinfiltratiesysteem die de drooglegging naar 0,4 meter onder maaiveld bracht. Dan heb ik een besparing van 7 ton CO2 op jaarbasis of ja, 32%. Dus op die manier kan je door het dashboard heen gaan. Stel dat ik nou naar een perceel ga waar niet 100% veen of moerige gronden zijn. Dat is toevallig hier ook in de buurt. Dan zie je hier in deze pop-up ook het een en ander aan gegevens erin staan. En dan zie je dat de dekkingsgraad veen in dit geval 25% is. En de getallen hier zijn daar weer op aangepast. En je ziet ook dat die mediaan zonder die correctie voor het percentage veen, dat die veel hoger ligt dan met de correctie. Dan is er verder nog een andere optie, namelijk dat je meerdere percelen tegelijk selecteert. Dat kan op twee verschillende manieren. Je kan een perceel aanklikken. Ja, ik heb hem per ongeluk ook meteen weer uitgeklikt. Je kan hem aanklikken. Een volgende perceel aanklikken en nou, zo kan je verder gaan. Een andere optie is door middel van dit knopje. En dan kan je een gebiedje selecteren.
Sorry, deze. Dan kan je op deze manier interactief percelen selecteren. Dan gaat hij even over nadenken. En als je dan hier op breken CO2-uitstoot klikt, dan gaat hij ook de berekening uitvoeren. Wat je in deze vakjes ziet, dat zijn de gemiddelde CO2-uitstoot voor al die percelen bij elkaar, maar nog steeds wel per hectare. Dus het is niet meer zoals bij de vorige dat je voor één specifiek perceel dat ziet, maar echt het gemiddelde daarvan, omdat elk perceel anders is. Bijvoorbeeld omdat die andere sloot af of perceelsbreedte heeft of net een ander bodemtype of drooglegging. En verder, net als bij het enkel perceel, kan je ook weer de totale uitstoot van al die percelen bij elkaar zien. En ook hier kan je een maatregel uitvoeren, bijvoorbeeld weer het passieve waterinfiltratiesysteem. Omdat de drooglegging voor verschillende percelen anders kan zijn, hebben we hier ook een verandering van de drooglegging. In plaats van dat je kan zeggen, dit is de drooglegging. En ook dan kan je weer de CO2-uitstoot berekenen. En dan zien we dat dat passieve waterinfiltratiesysteem in dit geval 31% CO2-reductie oplevert. Voor de kennelijk 19 percelen die ik heb geselecteerd, kom je dan op 116 ton CO2 voor al die percelen tezamen. Deze berekening kan je ook nog downloaden. Zowel bij enkel perceel als bij meerdere percelen heb je hier onderaan ook een downloadknop. En daar komt een rapport uit met welke percelen heb je geselecteerd, wat zijn de kenmerken van al die percelen en ook wat vervolgens het resultaat daarvan is. En dat was eigenlijk ook wat ik over het dashboard wilde laten zien. Dankjewel, Chet. Er komen dus ook allerlei vragen binnendruppelen. Ja, het werd ook al meteen gezegd, een mooie wat jullie hier presenteren allemaal, zowel de rekenregels als de dashboards. Dus er zijn van denk ik hele mooie stappen gemaakt. En zoals het gaat bij als je iets presenteert, willen mensen altijd nog net ietsje meer. Dus er komen ook allerlei vragen binnen over waarom methaan, lachgas, de emissie uit oppervlaktewater. Er zijn een aantal dingen waar we mee bezig zijn. Dat zat ook in de chat, maar het is goed om te weten dat binnen de NOBV de kennis die daar ontwikkeld wordt ook zo snel mogelijk hier een plek krijgt. Dus er komen ook, zullen ook vervolgversies komen, zowel van de zomers als van de rekenregels als van het dashboard. En ik denk dat het ook goed is, ik denk dat een hoop van de vragen ook gedekt worden te zijn de tijd over de rekenregels als de toelichting op de rekenregels erbij komt. Dus er wordt binnenkort ook, zodra er meer over geschreven is, zal het ook zo snel mogelijk online komen. Dus dat is eigenlijk goed om te weten. Dus hou vooral onze website in de gaten. Want het gaat om echt de achterliggende kennis bij de rekenregels. Ik ga even kijken, want het gaat nu heel hard met de vragen. Welke vraag? Even zien hoor. Ik ga even onderaan. Annemarieke Botelica van Waternet vraagt bijvoorbeeld: zijn naast de erkende passieve en actieve waterinfiltratiesystemen, kun je ook verandering van zomerdrooglegging, bijvoorbeeld door sloopbijverhoging, als maatregel invoeren en dus ook als maatregel zien? Ik denk dat dat een vraag is voor Ingrid of Lisette. Ja, dus dat kan je inderdaad doorvoeren. Je kan dus in de toekomstsituatie dan de drooglegging kleiner maken. En dan heb je dus een pijlverhoging als maatregel eigenlijk ingevoerd. Helder, dankjewel. Dus de drooglegging kan je onafhankelijk van het wel of niet nemen van de maatregel ook veranderen. Ja, en daarmee heb je dus kun je dat als maatregel zeg maar berekenen. Ja, dankjewel. Frank, ik zie bij jou een handje. Frank de Wit. Ik hoor je niet. Nog steeds niet, maar misschien dat je hem anders in de chat kan typen. Ja, zou je het willen doen? Pak ik even een andere vraag. Geert Benedictus, die vraagt, die geeft aan dat het CO2-machine lijkt af te vlakken bij een grotere drooglegging. Bij de opgave CO2-reductie voor het veenweidegebied is uitgegaan van een CO2-emissie per centimeter bodemdaling. Wordt uw opgave nu herzien? Anders verdeeld, denk ik dat bedoelt over het veenweidegebied.
Het is een vraag die volgens mij heel spannend is, maar niet per se hier op de goede plek ligt. Ik denk weer dat dat een discussie zou moeten zijn in de regiegroep Veenweide. Maar misschien dat er mensen aan tafel hebben in de werkgroep Veenweide. Ik weet dus niet zo goed of dit aan de orde is, maar ik kijk even. Ik zie dat Bo Bakker en Marieke in de zaal zijn. Ik weet niet of daar, die daar iets over kunnen zeggen vanuit een rol in de werkgroep Veenweide. Mouwe, ja, mag ik jou het woord geven hierover? Ik weet niet of hier iets over te zeggen valt, maar dit is zo'n beleidsvraag die denk ik misschien wel bij meerdere beleidsmedewerkers hier in de zaal aanwezig is, maar waar ik zelf persoonlijk geen antwoord op kan geven. Nou, ik denk dat wij er ook geen antwoord op kunnen geven. Terecht dat je zegt, dit hoort op de agenda thuis van de regiegroep. En waar Dirk Benedictus het over heeft, is dat de eventuele uitkomsten van zomer 2 van invloed zijn op de verdeling van de opgaven op de onderliggende provincies om samen tot die 1 megaton te komen. En ik ben in veronderstelling, maar Marieke kan het misschien beter uitleggen, dat dit jaar wel op de agenda van de regiegroep staat. Ja, Marieke, ben je daar nog aanvulling op? Ja, nou ja, ik vul dat aan. Volgens mij is dat ook zo. Dus de gegevens van de monitoring, de eerste gegevens, zijn wat vragen over gesteld. Die moeten nog eerst beantwoord worden. En dan zal daar zeker een discussie over ontstaan. Maar dat wil niet zeggen dat gelijk opgaves tussen provincies wijzigen. Maar het gesprek zal in de regiegroep gevoerd worden. Ik hoop dat het voldoende antwoord is voor jou, Geert. Het is misschien niet helemaal het concrete antwoord, maar er wordt over gesproken. Ja. Dan zie je hier het verzoek. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd, ja. Dankjewel, Bouwe en Marieke. Dan zie ik hier een vraag van Jeroen. Jeroen Bernhard, hij zegt, ik begrijp dat niet alle combinaties kunnen worden doorgerekend en dat er categorieën moeten maken. Maar stap van 10 centimeter pijlverhoging is mijn inziens vrij grof in het veenweidegebied. We houden hier een pijl binnen een paar centimeter nauwkeurigheid. Ook is het effect van 10 centimeter pijlverlaging vrij flink. Wordt er gewerkt naar kleinere stappen pijlverlaging? Ik stel deze vraag denk ik aan de heren van Deltares. Ja, nou, het klopt. Dus, maar goed, op het moment dat we dus dat verder zouden verfijnen in de rekenregels, dat betekent dat eigenlijk een verdubbeling van het aantal combinaties die we moeten doorrekenen. Dus het is iets wat we wel in ons achterhoofd houden, maar wat we, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe we ervoor staan, zeg maar, op het moment van een nieuwe update. Een alternatief is dus om de resultaten te interpoleren, maar nee, dat is ook een beetje aan de gebruiker zelf. Ja, ik denk ook als je kijkt naar de resultaten van de rekenregels, dat ze vrij goed interpoleerbaar zijn, omdat het zijn niet extreme tellingen. Dus dat is een goede oplossing. Dus je kunt het afleiden. Om de rekencapaciteit te beperken kun je het zelf tussen twee stappen het waarschijnlijk afleiden. Ja. Ja, en meer stappen staat op het lijstje, maar er staan natuurlijk ook nog weer andere dingen die we toe willen voegen op het lijstje. Dus de vraag is wat de prioriteit is. En er zijn de afgelopen half uur ook nog heel veel extra wensen bijgekomen. Ja, dat het zo is. Dus, ja. Dan wordt hier gevraagd, waar gaat zomers in de toekomst meer gebruikt voor worden, denk ik? Bijvoorbeeld voor carbon credits, maar de rekenregels veranderen, hoe kunnen we dit borgen? Of is dat nog te vroeg? Waar gaan we het nog meer voor gebruiken? Ik denk dat ik dan toch aan Marieke de vraag stel. Nou, ik zou het graag willen, hè. Valute voor Veen heeft nu een monitoring systematiek met grondwaterpeilbuizen, dacht ik. Wat best wel kostbaar is en zeker als je niet zoveel verbetert, kost het dan meer dan dat het oplevert. Dus als dan zomers 2.0 daarvoor gebruikt kan worden, lijkt me heel mooi. Ik denk als er een vervanger komt voor zomers 2.0, zeg maar een 2.1 of een 3.0, dat zeker in de monitoring moet altijd weer teruggerekend kunnen worden naar je referentieperiode. Dus hetzelfde als bij LULUCF nu de rapportage in Brussel dingen veranderen in het model, dan moet weer naar 1990 worden terug kunnen gerekend. Dus bij een verandering in het model wil niet zeggen dat dat dan gegevens vanuit de referentieperiode weg zijn. Alleen de verschillen, laat ik maar zo zeggen, zijn beter gemotiveerd.
Frank. Ik zie Frank knikken, dus ik vermoed dat het een afdoende antwoord is. Dan hebben we nog een Frank in de zaal. Die vraagt hoe vindt de controle en monitoring van maatregelen plaats? Ik neem aan Marieke. Bij WES, door degene die subsidie verleent. Dus nu is het een LNV-subsidie die op de rol staat. Dus RVO en NVWA controleren dan. En de ene keer kan dat digitaal, de andere met gegevens van de leverancier. Bij grondwaterpeilbuizen kan NOBV gewoon uitlezen welke peilbuizen leveren nog gegevens. Nou, zo zijn dingen in het veld netjes te constateren of op papieren onderbouwd. Dankjewel, Marieke. Jan Maarten vraagt, extreem droge periodes, hoe zitten die eigenlijk hierin? Want die gaan nu uit van weersgemiddelde. Heb je dan niet veel meer oxidatie, is de vraag. Ik denk dat ik even naar Gilles ga. Kan ik dat heel vragen, Gilles? Ja, zeker. Dat heeft te maken met, tenminste, dat is natuurlijk waarschijnlijk zo. Of tenminste, dat zou je kunnen veronderstellen. Dus de vraag of het echt zo is, of dat meer oxidatie is. Maar de rekenregels zijn echt bedoeld om een inzicht te krijgen in een soort gemiddelde uitstoot. Het gaat ook over, het zijn allemaal percelen waar bepaalde combinaties voor gemaakt zijn. Het is ook een soort gemiddelde daarvoor. Dus je moet het, daar zijn niet de rekenregels voor bedoeld. Wel uiteindelijk zou je dat kunnen doen door bijvoorbeeld dus, dat als een test te doen voor heel Nederland. Om te kijken met zomers wat is dan de uitstoot. En dat vergelijken met een veel natter jaar. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Dat is een ander soort traject. Dat gaat meer over de totale landelijke uitstootbepaling. Of eventueel zelfs de monitoring terug, maar niet voor de rekenregels. De rekenregels hebben we juist geprobeerd om het weer uit te schakelen. Want we weten toch niet wat het weer van de toekomst wordt. Tenminste, tot zekere hoogte niet. Dus dat, daarom hebben we het op deze manier gedaan. Je maakt een duidelijk onderscheid even tussen de rekenregels en de monitoring. En wat voor de monitoring gebruiken jullie dus wel het... Nee. Dat wil ik toch even corrigeren. Voor de monitoring hebben we ook bewust afgesproken. Ja. We nemen gemiddeld weer. Tussen 2010 tot met 2019, omdat we de monitoring van de maatregelen niet willen afrekenen op de verschillen in weer. Maar wel moet je natuurlijk de daadwerkelijke metingen kunnen kalibreren met het model. En dan neem je natuurlijk wel het weerseffect mee. Dus de metingen en het model, dat is een weerseffect, want ieder jaar meet je andere gegevens, omdat er ander weer is, onder andere. Maar monitoring en rekenregels, beide hebben een gemiddeld weer. Helder, dankjewel. Dank voor de toelichting nog wel. Hans Mankor stelde de vraag over gekke vormen van percelen. Ik zag Hans wel 10 keer inloggen, dus ik weet niet hoeveel je bent, Hans. Maar in elk geval kan de vraag zo snel niet terugvinden. Maar bij vierkante percelen noemde je bijvoorbeeld, dan krijg je hele gekke resultaten. Kunnen we daar iets mee, of misschien in de... Want het afleiden, Siem, Roel, kunnen jullie daar iets over zeggen? Ja, ze zijn er. Het klopt inderdaad wat Hans zegt, dat dus niet ieder perceel zich even goed laat representeren door een perceelsbreedte, zeg maar. En eigenlijk maken we een beetje onderscheid in 3 categorieën, denk ik. Dus de eerste categorie waar het gewoon goed gaat, dat is wel het grootste deel van het aantal percelen. Dan heb je een categorie, zeg maar, van gekke vormen waar... zoals meer een driehoekige vorm of zo, die op zich nog wel met 1 perceelsbreedte kan representeren. En dan heb je een aantal percelen, dat zijn soms wordt in het bestand geschakelde percelen, die dan waar sloot in zitten, die net niet helemaal doorlopen. En daar gaat het dan eigenlijk fout op dit moment in de perceelsregistratie. Dit is iets waar we voor de rekenregels van zeggen, het is aan de gebruiker zelf om daar eventuele verbeteringen in door te voeren. Dus dat kan voor het ook in het dashboard. Daar kun je de perceelsbreedte instellen. We zijn ons hier wel van bewust. En we willen wel kijken voor een volgende versie. Welke verbeteringen we hier op voorhand al in kunnen doorvoeren. Maar dat is voor een volgende versie weer. Helder. Dank. Ik heb het gevoel dat ik de meeste vragen ondertussen heb kunnen beantwoorden. Volgens mij een mooie presentatie is ook en helder wat er allemaal gebeurd is. En dat is denk ik wel goed om te duiden, want we presenteren het natuurlijk. Want er ligt natuurlijk heel veel onderzoek onder. Er worden ook heel veel vragen gesteld in de chat die we hier nu niet kunnen beantwoorden. Maar waar ik graag voor verwijs ook naar de NOBV-site, omdat heel veel achterliggende
begrippen en mechanismes ondertussen ook uitgezocht zijn en die staan ook op onze website. Dus dat is denk ik goed om te weten dat je onder het kopje bevindingen ook nog heel veel tekst kan vinden waarin we veel meer uitleggen over mechanismes, maar ook bijvoorbeeld de achterliggende modellen. Hoe ik dat al even zien. We baseren ons ook op een aantal bestaande modellen die we ook binnen het NLBV verder ontwikkelen. En ook daar is documentatie over te vinden. Dus ik zou jullie ook willen verwijzen voor naar de achterliggende kennis. Suzanne zet ze nu allemaal even op de in de chat. Maar dan kun je daar in elk geval ook nog van krijgen, want dat voert ver voor dit webinar. En uiteraard voel je ook vrij om in de volgende webinars ook aan te schuiven, want het is altijd wel een onderwerp. We proberen zo focus te houden op één onderwerp, maar het is altijd gekoppeld aan weer ander onderwerp. Dank allen. Dan wil ik nog even naar Marieke. Er zijn ook nog wat vragen over de regeling genoemd. Misschien eerst nog even voordat we naar de regeling gaan. Er zijn wat wensen vanuit NLV, hè. Er zijn wat wensen vanuit onderzoekers zelf natuurlijk, vanuit de ervaringen die we nu hebben. Er komen nu wat wensen binnen. Wat is de volgende stap eigenlijk in de ontwikkeling van Somers en van het dashboard? Van Somers, daar hebben we het al even over gehad. Het belangrijkste wat we nu vinden is methaan. Als dat erin kan komen, methaan en lachgas bij voorkeur, maar in ieder geval eerst methaan. Want dan kan je ook dingen als greppelinfiltratie, natte teelten met wat hogere pijlen, het effect van methaan mee gaan nemen. Want wij hebben nu tot de drooglegging van 20 centimeter onder maaiveld als maximale hoogte. Nou, en bij natte teelten kan je soms wel hoger. Dus dat en het effect van een gewas. Dat zijn echt twee dingen die we nu er nog niet in zitten en graag ook mee willen nemen, zodat je dan daaruit. Door meer natte teelten, greppelinfiltratie. Dat zijn wel maatregelen die in de toekomst ook in Somers. En als u dus Somers weer aanpast, model verbetert of dingen toevoegt, dan zou je eigenlijk een nieuw dashboard moeten of een aangepast dashboard. Dus de rekenregels aanpassen, dashboard aanpassen. Dat is de volgorde. Dus eerst Somers, dan rekenregels, dan dashboard. Helder, ja. Oké. En nou, ik zie nu ook nog dat Arno toch toelicht dat we kijken of we Somers in de methode van valute verveen kunnen opnemen. Dus dat is ook mooi component, denk ik ook, dat er ook stappen worden gezet. De subsidieregeling, je noemde het net al even, wanneer wordt die opengesteld? En hoe gaat het in werking? Ja? 1 mei tot en met 31 mei. Er komt dus een webinar bij RVO over veenweiden specifiek op 13 maart. En er komt ook een webinar over de digitale aanvraagkaart. Want eigenlijk komt in die digitale aanvraagkaart alles wat je moet weten over wat je nu kan uitoefenen in de dashboard Somers. En het is een samenwerkingsverband wat aanvraagt. Dus meerdere grondeigenaren, boeren, particulieren kunnen ook zelfs meedoen met veenweiden. Dus daar moet wel wat mee geoefend kunnen worden. Ik ben bereid om aan groepen, boeren, adviseurs en dergelijke ook een presentatie te geven over de regeling. Dus wat meer verder toe te lichten. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die in deze tussentijd tot 1 mei. Hij staat maar een maand open, tot en met 31 mei. En dat is, RVO heeft daarna 5 maanden nodig om te kunnen beschikken. 22 weken, dus 4,5 maand. En dat is begin november. En als je beheerjaar 2025 wil benutten, dan moet je dus op tijd weten waar je aan toe bent en eventueel maatregelen nemen. In de veenweideregeling zit namelijk ook een mogelijkheid om te extensiveren als melkveehouderijbedrijf. En dan moet je het hele jaar 2025 een minder aantal dieren hebben en daar krijg je dan een vergoeding voor. Dus de systematiek is dat de veenweideregeling eigenlijk en bevat. En je kan een waterinfiltratiesysteem en een vergoeding voor de geringe drooglegging. En een vergoeding voor extensivering. En ook nog grondwaterpeilbuizen. Zelfs 4 mogelijkheden. Dus eigenlijk dat is de meest uitgebreide regeling. Categorie van de samenwerkingsregeling. En dat, daar heb je wel wat voorbereiding voor nodig. En bij de watermaatregelen heb je zeker voorbereiding met het waterschap nodig. Dus gebruik deze maanden tot 1 mei om met dat waterschap daarover te overleggen. Duidelijk verzoek. Ondertussen heeft Suzanne in de chat ook een aantal dingen opgezet waar je de regeling kan vinden.
Daar kun je ook mee. Dat zal ook de link naar het webinar van de RVO te vinden zijn. En de oproep, of eigenlijk het aanbod van Marieke, mocht er dan nog meerdere groepen zijn van die hier gebruik van willen maken, dan kan je Marieke vragen om een presentatie te geven of een toelichting te komen geven op de regeling. Dus dank daarvoor, Marieke. Dan zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. Een aantal vragen zijn nog niet. Er komen nog steeds wat vragen binnen. Frank stelt nog een vraag over methaan. Nou, het is goed om te weten dat we daar volop mee in ontwikkeling zijn. En dat we ook aan het kijken voor hoe we dat methaan beter kunnen begrijpen. Ik wil je ook wijzen, Frank, op het webinar wat we afgelopen juli of juni hebben gegeven. Daar zeggen we ook iets over methaanemissie. Dus wat ik al net zei over de kennisregels daarachter. Op de website ook veel te vinden. En dus dat is, daar wil ik in elk geval een soort stand van zaken van de kennis. En nou ja, wat Marieke al zei, hij staat hoog op het wensenlijstje om in de zomers 3.0 of 2.1 ingebouwd te worden. Dus dat is even wat achtergrond. En mocht ik nog vragen gemist hebben, dat zal vast, dan komen we daar schriftelijk nog op terug. Wat misschien ook goed is te weten, veel van de vragen hebben ook wat overlap. Die nemen wij ook op. En naast gekoppeld aan het webinar nemen we die ook op in onze Frequently Asked Questions op onze website. Dus kijk daar ook af en toe naar. Er staan vast ook vragen tussen die je misschien zelf niet bedacht had, maar misschien toch wel latent wel had. Dan kun je die ook daar nog bekijken. En specifiek, je kunt altijd als je vragen hebt over het NOBV ons mailen en ons infoadres. Maar specifiek heb ik twee mailadressen even benadrukken naar aanleiding van dit webinar. Mocht je vragen hebben over zomers en over de rekenregels, dan kun je mailen naar zomers2.0@nobvneiden.nl. En mocht je vragen hebben specifiek over het dashboard, dan het verzoek om dat te mailen naar dashboard@nobveenweide.nl. En meer algemene vragen kunnen naar het infoadres, dus info@nobveenweide.nl. Nou, dat nog even de huishoudelijke mededelingen wat dat betreft. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie tijd. Marieke, maar ook Ingrid en Lisette. En Roel en Siem, en niet alleen voor deze presentatie, maar ook het bloed, zweet en tranen wat jullie de afgelopen tijd ingestoken hebben om het ook voor de kerstvakantie online te krijgen. Dus waarvoor dank. Het webinar, wat ik al zei, is later terug te vinden via onze website en op ons YouTube-kanaal. En op de website zei ik dan, volgens mij heb ik er zoveel reclame voor gemaakt. Er is heel veel kennis wat ontwikkeld is binnen het NOBV. Er zijn heel veel onderzoekers bij betrokken. Er zijn met meer dan 80 mensen aan het werk om te zorgen dat we goed weten wat er in het verwijderde gebied gebeurt. En hoe we die opgave kunnen aan die opgave kunnen voldoen. Dus kijk daar vooral, meld je dan ook aan voor de nieuwsbrief. Dan word je als eerste geïnformeerd over de volgende webinar. Er zijn diverse animaties, er zijn eerdere webinars opgenomen. Je mag het allemaal gebruiken, graag zelfs. Zeker de animaties ook, die doen het vaak goed. Dus mocht je collega's willen informeren, bestuurders, buren, gebruik onze media daarvoor. En u kunt ons volgens weer op LinkedIn. Tot zover voor vanochtend. Ik wil jullie namens het NOBV en namens de STOA ontzettend bedanken voor jullie tijd en aandacht, voor jullie kritische vragen. En we zien elkaar graag. Ik zie jullie graag een volgende keer. Tot ziens. Tot ziens.